Wat we geëist hebben zal gebeuren. De korpschef wordt vervangen. Dat zegt Revelino Eijk, woordvoerder van de politiebond. Op een vandaag gehouden algemene ledenvergadering van de SPB is unaniem besloten dat de eis om vervanging van de korpsleiding nog recht overeind staat. Eijk zegt verder dat op deze vergadering de leden is voorgehouden dat er vanuit het mediation team twee rapporten zijn gepresenteerd. Beide rapporten geven aan dat de totale korpsleiding vervangen moet worden, hetgeen zeer verwarrend is. Verder heeft de president aangegeven gesprekken te zullen hebben met de ex-ministers Jennifer Silos en Eugène van der San en de twee leden van het mediation team, Sinester en Mansaram. In elk geval, wij hebben het verslag van het onderhoud dat wij hadden met de president gisteren, hebben wij aan de ALV voorgehouden vandaag. Het ging er in elk geval om dat met betrekking tot hetgeen wij hebben voorgelegd aan de president. En dat ging meer om die kwestie van de vorige week, waarbij na gesprekken met de minister ad interim, meneer Welzijn, dat het verslag van het mediation team dat niet zou worden gehanteerd, omdat de minister toen vond dat hij als ad interim geen verregaande beslissingen kon nemen, dat hij dat verslag van het mediation team naast zich zou neerleggen als het ware en dat hij dus een orgaan voor bindend advies in het leven zou roepen. Wij hadden dat verworpen, we hebben het gebracht naar de ALV, de ALV had dat toen ook verworpen, dat was de vorige week. Wij hebben dit allemaal uitgelegd aan de president. De president heeft ons toen aangegeven, dat was dus gisteren, dat hij in elk geval met betrekking tot het bindend advies, dat hij dat niet zo had bedoeld. Hij heeft in een onderhoud met meneer Welzijn, zou hij hebben gezegd dat er een team in het leven zou moeten worden geroepen om de zaken die het bestuur van de Surinaamse politiebond in haar schrijven had aangehaald, dat die zaken zouden moeten worden geïmplementeerd en dat dat dan bindend zou zijn. In de zin dus dat er geen zaken zouden worden onderzocht, maar dat ze zouden worden geïmplementeerd. Nou, de minister ad interim, hij is jurist, hij heeft dat van het bindend advies, dus dat woord dat de president heeft gebruikt, heeft hij geplaatst binnen zijn referentiekader, namelijk het juridisch aspect ervan. Omdat je binnen het recht heb je verschillende modellen van geschillenbeslechting. Dus behalve de onafhankelijke rechter heb je mediation, je hebt arbitrage en je hebt bindend advies. De minister heeft dus vanuit zijn referentiekader als jurist, heeft hij begrepen dat hij dus een orgaan voor bindend advies in het leven moest roepen. Maar de president heeft aangegeven dat hij dat niet zo had bedoeld. Dat team dat ingesteld moet worden, moet niet dat karakter hebben van een bindend advies. Omdat eigenlijk het gaat om zaken die reeds zijn onderzocht door het mediation team en die dus geïmplementeerd moesten worden. Eijk zegt verder dat er geen andere besluiten zijn genomen ten aanzien van deze kwestie. Met betrekking tot de benoeming van een nieuwe korpschef zegt de SPB-woordvoerder dat de president heeft aangegeven dat er niet lichtvaardig omgegaan moet worden met het invullen van de positie van minister van Justitie en de functie van korpschef. Vast staat wel, en dat heeft hij ons duidelijk ook gezegd, dat het advies van dus bij de leden van het mediation team is vervanging, maar dat hij, de korpschef, de huidige korpschef, heeft eigenlijk het gemakkelijk gemaakt voor de regering om een beslissing te nemen, omdat zij zelf een brief heeft geschreven naar de president waarin zij vraagt om ontheven te worden. Dus de president heeft aangegeven dat mevrouw Daniel het eigenlijk gemakkelijk heeft gemaakt voor de regering. Dat allemaal hebben we dus meegenomen naar die ALV vandaag. We hebben de ALV ook duidelijk uitgelegd van luister. Het komt er in elk geval op neer dat wat wij wilden, dat dat gaat gebeuren, omdat het verslag van het mediation team, zoals was afgesproken met meneer Van der San, dat dat gebruikt gaat worden. En dat is ook het resultaat van het gesprek met de president. De woordvoerder van de SPB gaf tenslotte aan dat het managementteam van het korps gefaseerd vervangen zal worden. Intussen wacht het bondsbestuur op het finale rapport.